die rol print, is om aan te tonen hoe uiterst noodzakelijk dit is dat die regulaties en instructies altijd stiptelijk nagekomen moet worden. Zo lijkt het wanneer lonen bij een depo uitbetaald wordt en hier ontvangen rangeerder, ons noem om Jan, zijn loon. Op pad huis toe koop hij iets bijzonders voor zijn vrouw en kinders, een gewoonte van meeste van ons op betaaldag. En hier is Jan's huis, een gewone alledaagse huis. Zoals ons allemaal weet, is gelukkige en tevreden huisgezinnen de grondslag van een natie. Daar is dan ook geen reden voor bekommernis in hierdie huis niet. Jan geniet een smakelijke eten voordat hij loopt om die middagskof te gaan werken. Zo is daar duizenden ander wat elke dag diezelfde doen. En terwijl Jan onderweg is werk toe, lei ons vluchtig bezoek af bij ons opleidingscollege Esland Park. U hebt zeker al daarvan gehoord of misschien hebt u ook al daar klasse geloopt. Duizenden ponden is reeds aan hierdie prachtige inrichting besteed waar spoorwegmannen opleiding en spoorwegbedrijf ontvang. Hier zien ons een klas verrangeerders. Hulle wordt geleerd wat hulle moet doen en waarom hulle dit reeds zo moet doen. Jan was in een klas zoals hierdie en zien uit naar die dag wanneer hij een conducteur zal wees. Hier is een aantal mannen juist bezig om onderricht te ontvangen in zekere conducteursplichten. Een conducteur bekleedt ook een baie verantwoordelijke post. Zijn waarlijst en vooral zijn journaal is baie belangrijke documenten. Intussen heeft Jan al bij die terrein aangekomen en hier klok hij aan dienst. Een groot terrein is daar gedurig bewegings en baie spanne rangeerders is gelijktijdig bezig. Ten einde ongelukken te voorkomen, is het derhalve uiterst belangrijk dat allemaal secuur zal weten wat gedaan moet worden. Die rangeerder raadpleegt die leierrangeerder, wat op zijn beurt een nauwe voeling met die voorman blij en ook leiding van die terreininspecteur ontvangt. Maar, wat die plichten ook al mag wees van diegene hoor als ons, het elkeen van ons eigen bijzondere verantwoordelijkheden. Een van die voornaamste hiervan is dat die regulaties precies nagekomen moet worden. Zodoende wordt veiligheid verzekerd. Wanneer bijvoorbeeld met schakels opgekoppeld wordt, moet een koppelstok altijd gebruikt worden. Jan is nu al een paar uur aan die werk en dus verder alles goed gegaan. Elke keer dat hij wel diepe stootkussings aan elkaar koppelt, gebruikt hij zijn koppelstok. En zo tussen al die harde werk is een warm kopje koffie daarom baie welkom. Nia, waar is die theelepel? Net zo'n paar oomblikken gezellig samen met zijn medewerkers terwijl gewacht wordt op de aankomst van die volgende trein. En daar laat leg hij zijn koppelstok. Hoeveel keer het zoiets niet al gebeurd niet? Of hoeveel keer gebruikt een rangeerder glad niet een koppelstok niet? Is het dat hij te vol zelfvertrouwen is? Helaas, hoeveel mensen komen niet te laat tot ontnuchtering niet? Kut, waar is mijn koppelstok? Wat gaat nou gebeuren? En daar is het. Hij heeft zeer gekregen. Partij van zijn maat heeft gezien wat plaatsvindt en snel om tot hulp. Mens wonder waaraan hij op die oomblik denkt. Gaan zijn gedachten niet misschien huis toe naar zijn vrouw en kinders niet? Gelukkig voor hem dat die St. John Eerste Hulporganisatie door die spoorwegen gesubsidieerd wordt en spoorwegmannen aangemoedigd wordt om daarbij aan te sluiten, zodat hulle op hoogte kan wees om eerste hulp toe te passen. Alle eer komt toe aan diegene wat hulle in hulle spaartijd bekwaam tot dienst van hulle medemens. Hij denkt aan die toekomst. Gaan hij weer in staat wees om voor zijn gezin te zorgen? Wat is skielik geword van zijn groot plannen van bevordering en beter voorziening voor zijn kinderse toekomst?
Wie gaan zijn vrouw zeggen dat hij bezeer is? Zijn voorman heeft hier die onaangename taak op omgeneem. Een taak wat hij tot zijn leed reeds zo bijemaal al in die verleden moest verrug. Toch moet het gedoen worden. En hij voelt redelijk zeker dat Jan's vrouw braaf zal wees en die toekomst met vertrouwen en moed zal betreden. Hoe moeilijk dit ook op die ogenblik mag lijken. Maanden het voorbij gegaan. Jan werkt nu in een ongelukkige kantoor. En uit al die documenten wat hij moet hanteren, is dit voor hem baie duidelijk dat die regulaties en instructies opgesteld is om beide die werknemers en die administratie te beschermen. Die proces om opdrachten te geven en bevelen te ontvangen, gaan voortdurend voort. Maar het lijkt niet of hier die man vandaag op zijn beste voelt niet. Wat zo om een keer? Die voorman raakt achterdochtig en is glad niet tevreden met die kerelse manier van optreden niet. Zal hij hem aanspreken? Maar daar leidt die telefoon in die kajuit. Waarvoor zou hij hem bekommeren? Is daar een probleem wat hij niet kan oplossen niet? Of heeft hij nagelaten om een of andere plug na te komen dat dit hem plaat? Voel hij misschien schielijk ziek? Anderen hebben die gevaar gezien waarin hij verkeer. Die een schreeuwt terwijl de ander op zijn fluitje blaast. Die drijver ageert vinnig op die stop zijn. Maar te laat. Instructies wordt gedurig herhaald dat conducteurswaans niet als remkracht aan regeerlocomotieven gebruikt mag worden. Maar nee, zoals je ziet, gaan die gewoonten maar aan. Al hier die gedurige in beweging stel en tot stilstand brengt, schielijke aanslaan van remmen, geruk en gestamp en geschud, veroorzaakt groot schade aan conducteurswaans. Bakken raak los van die ramen, deuren en vensters kan niet toegemaakt worden niet, en dakken lek. Hulle gebruik hier niet net een paar conducteurswaans niet, maar zelfs ook een rijtuig. En wat van conducteurs wat lang afstanden onder alle weersomstandigheden een zulke lekkerige en trekkerige conducteurswaans moet afleggen, hulle kla natuurlijk bij die trokonderzoekers en herstellers, wat zulke voertuigen dan moet afkaart om hersteld te worden. Wat van al die andere manieren waarop conducteurswaans aan treinen beschadigd wordt? Wat bijvoorbeeld van die een? Daar hoeft net zowel niet een ruimtemerk te wees niet. Dat is recht, maak zeker dat die wissels recht liggen. Maar, heb je gezien dat die conducteurs wel onvrij staan? Hij het. Maar het is mos onrealmatig daardie, want wat is dan die doel van die ruimtemerk? Wat gaan nou gebeuren? Hulle is naalskraap voorbij. Was daar nog een conducteurswa of een vracht wat ergens oorhang, dan was al bij voertuigen beschadigd en moest hulle werkwinkels toe. Die keer was hij gelukkig, maar laat hij gewaarschuwd wees. Kom, ons gaan beginnen naar die werkwinkels toe. Kijk net naar al die conducteurswaans wat hersteld moet worden. Beschadigde vleugels, beschadigde kopbalken, bakken uit elkaar gescheurd. Hier die een is onvrijgelaten. En hier die een ook, de hoekpilaar gestampt is. Nou beseft u waarom dit is, dat meeste van hier die conducteurswaans, lang voordat het nodig is, in die werkwinkels beland. En wat bedoeld wordt met onnodige onkosten. Onkosten wat voorkomen kan worden als daar maar net in terreinen redelijk voorzichtig en met verstand te werk gegaan wordt. Die regulaties is helemaal duidelijk. En wat hier aan u beklemtoond wordt, is die reden waarom die regulaties en instructies stiptelijk nagekomen moet worden.
die regulaties te oortree, wordt al hierdie skade en nog meer veroorzaak met nadelige gevolgen was oor die spoorweer. Ons kan sê van Messina naar Kaapstad en van Walvisbaai af tot in Durban. Wat staan ons te doen? Ons het meer as genoeg conducteurswaans as ons hulle oppas. Hulle kost baie. Nuwers, soveel as 2500 pond stuk. Maar daar is gans te veel wat beskadig word. Party kom in die werkwinkels binnen 2 weke nadat hulle in diens geplaas is. Intussen moet treine staan. Die spoorlijn wat brood nodig is, word beset. Personeel mors hulle tyd en raak nukkerig. Die dienstreeling wordt omver gegooi en kruisings moet herreel word. Verkeer wordt vertraag. Begin u te verstaan waar die onkoste, heeltemal onnodige onkoste vandaan kom? Nummer 3 spoorlijn is vrij. Teen hierdie tyd is het niet meer nodig dat herhaal wordt dat ongelukken groot uitgaves veroorzaak nie. Die volgende is typisch van wat elke dag gebeurt en toon aan hoe ongelukken ontstaan. Hier weet die rangeerder dat die volgende 3 trokken na nummer 3 spoorlijn moet gaan. Maar hij verstel niet die wissels niet. Hij heeft te laat daaraan gedink. Stop, stop! Kijk net naar die gevolgen. Dit. En dit. En dit ook. En hier is treinbedrijfsregulatieboek. U ken allemaal treinbedrijfsregulatie nummer 133 goed. Dit bepaalt dat u moet toezien dat die wissels rechtgesteld is. Maak hier die kerel zeker dat die wissellem stevig tegen die spoorstaaf is? Nee, wat? En die een? Hij ook niet. En die gevolgen? Maar dus zij geluk. Hulle het betijds tot stilstand gekomen. Kijk hier. Die wielen het net begin oplig. En hier is die reden waarom die wisselhem niet vast in die spoorstaaf kon skuif nie. Hier is een gewone, alledaagse rangeerbeweging. Maar Piet, nummer 2, was gestrand op een dans. En hier komt Tom aan, wat ook op die dans was. Maar dus moest hij nou die tijd, om te staan en praat niet. Wat zal gebeuren als Frans daarvoor, zij zijn er veranderd? En dus net wat gebeurt. Maar Piet is glatte bezig met zijn ontijdige gesprek. En hoe die arme drijver weet dat hij moet stoppen. Kijk hier. En hier. En zo wordt hulle bij die ander gevoeg wat wacht om naar die werkwinkels te gaan. Nog meer onkosten voor die spoorweer. En dit alles net omdat Piet op daar die kritieke oomblikken een gesprek met Tom aangeknoop het voor iets wat totaal niks met die werk te doen gehad het niet. En van onkosten gepraat, hier het ons iets gezien van die gevolgen van ongelukken. Die dienst wordt ontwricht en passagiers wordt vertraagd.
Daar is al die extra werk voor nodig op spannen. Nageerders, drijvers, conducteurs, bedrijfsdienaars en ambachtsmannen. Talle rapporten moet opgesteld worden. Onderzoeken moet gehouden en terugstappen moet gedaan worden. Vrouwens en soms weduwees moet die treurige nis ontvangen. U beseft dus hoe een verantwoordelijke werk u hebt en dat u niet voor een ogenblik waaghalsig mag wees niet. Ondervinding leert dan ook dat die man wat zijn werk veilig en voorzichtig doen en die regulatie stiptelijk nakomt, die man is wat betrouwbaar, bekwaam en economisch is.